Goedenavond, u kijkt of luistert naar Goolse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag gepresenteerd door Gonis Permon en mijn naam is Marjolein Kuppers. Met vandaag een van onze vaste gasten, Piet van den Hout, met wie we vandaag ingaan op zijn schrijverschap, op zijn onlangs gepresenteerde boek Gevaarlijk Spel over roofdieren en hun prooien en op het boek waaraan hij momenteel werkt. Afgelopen maandag presenteerde het college van BMW de begroting voor 2022 en daarop volgende jaren. Onze eigen Gerard de Groot leidt ons door de hoofdzaken van deze begroting. En in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praten we met Anita Lemmers, medewerkster van de Stichting Jong, en met jongeren Quinte van Gestel en Tijn van Rouwendaal over de vraag hoe het is om jong te zijn in Goorlen. We gaan op zoek naar antwoorden op de vraag: wat verwachten jongeren van de politiek? Maar nu eerst de microfoon voor Gonis Permon, want jij start met een wel heel bijzondere gast, Jacques van Welbergen, van de werkgroep Derde Wereld. Dat klopt, Marjolein. Want omdat er niet zoveel nieuws was of is van het gemeentehuis, behalve de begroting dan, maak ik tijd voor onder heel belangrijk nieuws. Want nooit meer zullen wij het Milheel College de grote massa mensen voor de poort zien staan voor de Derde Wereldrobbenmarkt. Die werd in 2019 voor de 50ste keer gehouden. Een evenement dat bekend is in de hele regio, in het hele land misschien wel, en misschien wel de grootste particuliere, maar zeker de best gesorteerde rommelmarkt is van Brabant. En waarmee tientallen projecten in de hele wereld werden geholpen. Deze rommelmarkt komt nooit meer terug. Er komt geen volgende editie. De werkgroep die alles organiseert, houdt op te bestaan. Jacques, je bent een van die drijvende krachten van deze werkgroep. En ik denk, dit betekent een schok voor heel Goorlen en voor alle die jarenlang aan deze rommelmarkt meewerkten. Hoe komt dit nou zo? Ja, het is ook wel een schok voor de organisatie zelf eigenlijk natuurlijk ook. Hè. We moeten het nog een beetje verwerken. Hoewel we het wel zagen aankomen dat het steeds moeizamer werd. Het had eigenlijk verschillende oorzaken. Corona eigenlijk niet, maar het is nooit handig als er 2 jaar achter elkaar geen rommelmarkt plaatsvond. Inmiddels was er op het Milheel ook een wisseling van de wacht qua rectoren. Dus er is een rector gekomen en die kent de rommelmarkt eigenlijk niet. Die heeft er nooit één meegemaakt. Misschien dat dat nog meespeelt. En anders, als je er eenmaal eentje hebt meegemaakt, wordt het steeds moeilijker om afscheid van te nemen. Dan weet je dat hij niet weg mag. Ja. Dus misschien doet hij de beslissing op het juiste moment. Maar ja, we zijn een organisatie van het Milheel College. Een aparte werkgroep, maar we horen bij het Milheel College. Het is ook een schoolactiviteit van Milheel. Dus Milheel kan daar natuurlijk ook een eind aan maken. En dat hebben ze dus nu beslist. Niet helemaal zo beslist dat ze er een eind aan maken. Wij kwamen als organisatie, liepen we tegen het feit aan dat het moeilijker werd om de vrijwilligers te vinden om de rommelmarkt in de huidige situatie in stand te houden. Dus we hebben ook uitdrukkelijk de schoolleiding gevraagd om mee te denken, om te kijken hoe we dit moesten aanpakken. En soms komt er dan iets anders uit dan je zou willen. Wij hadden liever gezien dat we probeerden samen met de school om het meer binnen de school in te bakken. Dat de school het meer oppikte en de organisatie deels overnam. Zodat het ook in de toekomst structureel goed georganiseerd was. En voor vastigheid zou zorgen. En de school die koos een eigen andere weg. En dat is hun goed recht natuurlijk. Die willen in het voorjaar wereldwijs weken gaan organiseren. Ze willen op een andere manier, heb ik begrepen, de jongeren bij de wereld gaan betrekken. Ja, dus ja? Nog steeds wel wat wij ook nastreven, een stuk bewustwording. Niet alleen maar op het gebied van derde wereldproblematiek, daar zaten wij meer in die hoek. Maar breder, dus ook milieu en verdraagzaamheid, eigenlijk alles om wereldwijze burgers te worden. Ja, dat is ook een opdracht voor het onderwijs, hè, om aan burgerschapsvorming te doen. Zeker, ja. Dat juichen wij ook toe. Ja, wat dat betreft wil ik het hier even laten. Want we willen binnenkort de heer Art van Aken, de directeur van het Milheel College, natuurlijk zelf ook meer uitnodigen om uit te leggen wat er nou precies gaat gebeuren. Maar ik vroeg me wel af, jullie hebben alle medewerkers en oud-medewerkers een mail gestuurd. Ook wel anderen zijn al op de hoogte gebracht. Heb je veel reacties gehad? Nou, de reacties die komen niet bij mij binnen, want die komen waarschijnlijk bij Jan van den Bergen, een van mijn collega's binnen. Ja, die had vanavond hier graag willen zijn, maar die kon niet. Die had de mail bij, maar ik was er wel bij afgelopen zondag. Dat was de dag waarop eigenlijk de rommelmarkt traditiegetrouw zou plaatsvinden. En wij hadden al besloten, voordat het nieuws bekend werd, dat de werkgroep zou ophouden en de rommelmarkt niet door zou gaan. En ook naar de toekomst niet. Om toch iets te doen voor de vaste medewerkers.
Dus we hadden al geregeld dat we een kopje koffie op het middel zouden doen. Alleen daar hebben wij toen wel het nieuws live gebracht aan de mensen die nog niet op de hoogte waren, de vaste medewerkers. En dan zie je dat daar ook wel emotioneel op gereageerd werd. Ja. Ja, kan ik me goed voorstellen. Sommige mensen zijn 40, sommige nog wel langer betrokken bij met een de deel Walmart, is er mee opgegroeid ja, eigenlijk. Zeker. En ik denk ook het dorp zelf, want het was zo'n begrip. Je wist het, de laatste zondag van september. Heel de straat, overal, hele dorp, alle straten vol. En iedereen spaarde het hele jaar zijn spullen, want die konden toch eind september naar het Middeleeuw. Ja, ook een woord van dank naar de Goorlense gemeenschap natuurlijk nog vanuit de werkgroep. Want zonder al die bereidwilligheid om spullen ter beschikking te stellen of hand- en spandiensten te verlenen, dat was altijd hartverwarmend. En zonder dat hadden we het niet gekunnen. Ja, en dat is dan ook de spullen, maar dan heb ik nog even niet over de honderdduizenden, mag ik wel zeggen, euro's of guldens vroeger, nu euro's, die jullie hebben opgehaald voor al die projecten. Ja. Gaat je dat ook niet een beetje aan het hart? Ja, er zijn natuurlijk meerdere manieren om fondsen op te brengen om daarmee projecten te kunnen steunen. Ik heb mij ook laten vertellen, maar dat komt achter waarschijnlijk de rector zelf wel vertellen, dat er toch ook een soort van bij de Wereldwijs idee ook wel iets komt om fondsen te genereren. Want er om daarmee komt een Wereldwijs festival, heb ik begrepen. Ja, hè? Ja. Ja. Met een stukje opvoeding en een stukje in het onderwijsprogramma. En dat sluit men af met een festival. En een onderdeel daarvan zou zijn dat er ook fondsen worden geworven. En dat hoeft dan niet per se naar derde wereldprojecten. Want Wereldwijs goed burgerschap betekent is breder. Dus het kan ook naar andere projecten. Het zou zelfs naar projecten in Nederland kunnen. Ja, oké. Okay. Goed, maar de projecten die jullie deden, ja, die er zelfs misschien nog op de plank lagen, dat is verleden tijd. Heel fijn dat je even hier wilde zijn, Jacques. Dus nooit meer die grote derde wereld rondmaakt. Het gaat mij ook heel erg aan het hart, hoor, moet ik zeggen. Ja, de septemberweek zal, de maand zal eigenlijk nooit meer hetzelfde zijn. Die stond toch altijd wel een beetje in het teken van de rommelmarkt. Oké, okay, nou dankjewel dat je even hier wilde zijn. Graag gedaan. Ja. Nog wat ander nieuws. Goorlenaar Jan van Eyck krijgt van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant de Brabant-bokaal, moet ik zeggen. Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan drie personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur in Brabant. Jan van Eyck werd voorgedragen door de gemeente Goorlen. Een trotse burgemeester Mark van Stappershoef zegt over hem: hij is de inspirerende en deskundige ambassadeur van het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Goorlen. Helaas voor de beide Goorlense molens, ze zullen voorlopig niet meer draaien. Bij een inspectie vorige week is gebleken dat er scheurtjes in de roede zitten en bij de lasnaden. Het is dus niet meer veilig om de wieken te laten draaien. Bij allebei de molens bij niet? Allebei de molens. Ach. Ja, terwijl de ene, daar zijn de roedes van 77 en de andere van 94. En alle twee de molens zijn niet meer goed. We kunnen dit niet zelf oplossen, vertelde molenaar De Wilde mij vandaag. Hier moeten de specialisten aan te pas komen. En dat gaat dus wel even duren, want die roede vervangen, dat is een hele operatie hoor. Dat zijn echt die hele lange dingen. Ik heb het wel eens zien gebeuren. Maar gelukkig heeft de stichting Akkermolens, geholpen door de gemeente, want de molens zijn monumenten, nog wel een pot voor de restauratie. Maar of dat voldoende is, moet nog blijken. Het college van BMW geeft €5397 subsidie voor het beplanten van boomspiegels. Initiatiefneemster Annabel de Kok wil graag de inwoners van Goorlen mee laten doen met een actie om de stukjes grond rondom bomen te beplanten. Dat zal Pieter leuk vinden, denk ik. Hè? De plantjes krijgen ze gratis, het beplanten moeten ze zelf doen. Op 9 oktober organiseert ze een boomspiegelfestival. En dan tot slot, gisteravond stonden er twee onderwerpen op de beeldvormende raadsvergadering. Een presentatie van lijststromen en de beeldvorming sociaal domein. Beide veel te veel om kort samen te vatten. Toch wat cijfers waar lijststromen mee kwam. De gemiddelde inschrijfduur is 8 jaar, maar de gemiddelde zoektijd is maar 8 maanden in Goorlen en ruim 6 maanden in Reel. Ondanks dat op elke woning ongeveer 100 keer wordt gereageerd. Tot 2025 wil de Woonstichting 100 nieuwe woningen toevoegen en circa 70 woningen verkopen. Lijststromen kondigden wel experimenten aan. Bijvoorbeeld tijdelijk huren voor 2 jaar voor spoedzoekers, met behoud van inschrijftijd. Dus dan denken ze vooral ook aan jongeren. Er waren wel wat zorgen bij een deel van de raad over mensen die toch heel lang blijken te moeten wachten en ook heel moeilijk contact krijgen. Maar volgens mevrouw Duif van Lijststromen kunnen ze altijd rechtstreeks naar het kantoor bellen.
En de presentatie van het sociaal domein ging voornamelijk over de monitor jeugdhulp. Het ging vooral over een nieuwe manier van werken om daarmee meer grip te krijgen op de uitgaven. Cijfers konden nog niet genoemd worden, die komen nog. En ik denk dus dat we daar later nog eens uitgebreid op terug moeten komen. Nou, tot zover, Marjolein. Prima, dat gaan we doen. Ja? Dankjewel, Connie. Piet, welkom. Jij bent al aangeschoven aan tafel. En vandaag praten we niet over wat we de afgelopen maand hebben gezien. Of de hele periode eigenlijk, de vakantieperiode hebben gezien. Het Riel Slaag of op de Rechte Heide. Maar we gaan vandaag echt even inzoomen op jouw schrijverschap. Want in 2020 kwam jouw eerste boek uit, Gevaarlijk Spel, over roofdieren en een prooien. Daar heb je ook over verteld hier in de uitzending, ergens in april 2020. Ik was heel benieuwd, naar aanleiding van jouw presentatie van een paar weken geleden, van datzelfde boek, hè, dat komt nu pas, na de corona-hype eigenlijk, ja. Hoos. Hoe was het uiteindelijk om het boek, dat al een paar jaren er is, uiteindelijk echt te mogen presenteren? Ja, dat was natuurlijk heel fijn. Het is niet zo leuk als het boek zo onder de radar uitkomt. Het heeft natuurlijk wel de nodige aandacht in de kranten gekregen. Mooie recensies. Ja, ik was er blij mee. Ja. Dat snap ik heel erg goed. Met welke recensie was je het blijste? Ik denk van Bionieuws. Ja. Die had het echt heel diepgaand besproken. Die had het ook inhoudelijk besproken. Ja, heel inhoudelijk. Ja. En ik moet zeggen, daar was ik wel een beetje doorgevleid, ja. Ja, maar dat mag je ook zeker zijn. Nou, als ik de rit zag op jouw website van alle kranten en tijdschriften die aandacht hebben besteed. Ja, ik mag niet klagen. Je mag zeker niet klagen. Nee, klopt. Ik vond zelf heel mooi de woorden van Midas Dekkers, want dat triggert de lezer ook. Roofdieren zaaien de dood, maar oogsten het leven. Een duister complot, glashelder beschreven in Gevaarlijk Spel. Dat de natuur mooi is, we wisten het. Maar mooier is te weten hoe ze werkt. Toen dacht ik, zo'n Midas Dekker op Ja, is die een mooi boek. Gezegd. Ja mooie recensie. Ja, dat is echt, vond ik indrukwekkend. En jou hebben we hier iedere maand aan tafel. Dus dat is hartstikke leuk. Maar jouw boek is nou verschenen. Je hebt een presentatie mogen geven bij Gianotte Mutsaars. Ja. Hoe was die avond voor jou? Ja, dat was een warm bad. Ik vond het echt heel fijn. Als je dan ziet, al die mensen die erop afkomen. Het was druk. Er waren natuurlijk beperkingen in verband met corona. Maar er waren heel veel mensen gekomen. Het was ook echt stampvol, kan je zeggen, voor de ruimte die we hadden. En ik vind het altijd heerlijk om dan al die mensen te zien die voor jou gekomen zijn, voor jouw boek. Dat wakkert mijn enthousiasme ook aan. Dus dat stuurt mij voort om een goed verhaal te houden. Ja, dat is wel. En daarna kwamen ook heel veel vragen, goede vragen, echt zinnige vragen. Dat is het. Het is natuurlijk niets ergers als je geen vragen krijgt, hè? Nee, als het doodvalt. Ja, dat is heel erg. Maar het was het tegendeel. Het was de een na de andere vragen. Beter kun je niet wensen. Dat was heerlijk. Daar heb ik van genoten. En hoe is het om uiteindelijk, want je bent een bioloog en je bent een wetenschapper, een onderzoeker, een observator. Ja. Je kiest ervoor om uiteindelijk toch jouw verhaal te schrijven. Wat triggerde jou om dit verhaal ook inderdaad wereldkundig te maken? Ja, twee dingen eigenlijk. Ik wilde het verhaal van. Ik had mijn promotieonderzoek ging ook over roofdieren en een prooien. Mm-hmm. Maar in een bepaalde levensgemeenschap, die van de steltlopers, die de valken als vijanden hebben. Mm-hmm. En ik had wel een behoefte om dat in een bredere kader te plaatsen. En ik had ook een behoefte om voor een breder gezelschap, zeg maar, of voor meer mensen dat te vertellen. Dus dit boek is daar eigenlijk een antwoord op. Het gaat over allerlei levensgemeenschappen over de hele wereld. Dus het zet het probleem van wat je predatie noemt, zeg maar, dat is in de relaties tussen roofdieren en prooien, in een veel breder kader. En het laat ook zien dat het niet alleen maar eten en gegeten worden is, maar dat ook de hele inrichting van diersamenlevingen, om het zo maar te zeggen, en hoe dieren zelf in elkaar zitten, voor een heel groot deel worden gestuurd door de angst die ze hebben voor roofdieren. En de roofdieren reageren daar ook weer op, omdat
prooideren zich min, nou ja, die gaan zich wapenen. Ja. En dat is zo zeg maar kleurrijk als je dat over de hele wereld bekijkt in allerlei systemen. Dat wilde ik in het breed opschrijven. Ja, en ik ken het boek. Ik heb het niet helemaal gelezen. Dat heb ik jou ook eerlijk opgebiecht. Maar wat me opviel was dat het heel veel tekst is. Weinig beeldmateriaal. Maar dat is ook een heel bewuste keuze. Ja, er zit beeldmateriaal. Ja. In de middenkatern zijn een paar foto's geplaatst. Maar dat was op initiatief van de uitgever. Want wat mij betreft was hij helemaal zonder plaatjes geworden. En dat is juist om reden dat ik wilde een boek schrijven. En als je een boek schrijft, dan moet je beeldend schrijven. Dan moet je beelden bij de lezer oproepen. En ik vind een plaatje voor een schrijver eigenlijk een zwaktebod. Dus voor mij betreft hadden geen plaatjes zich moeten. Maar goed, veel mensen vinden het fijn om dan toch te zien hoe zo'n kanoet eruit ziet. Of zo'n paddenroofvogel. Dus ik stoor me er niet aan. Maar voor mij had het niet. Nee, maar wat kenmerkt jouw schrijfstijl? Nou ja, ik hoop dat hij beeldend is. Ja. Dat hij iets oproept. Waardoor de lezer het idee heeft van, hey, ik ben erbij. Ik zie gewoon gebeuren wat hier verteld wordt. Dat is mijn, daar streef ik naar. Ja. Ja. En welk publiek wil je bereiken? Ja, best wel een breed publiek. In eerste instantie denk ik dan vaak aan mensen die de wetenschapsbijlagen van de kranten lezen. Dus die wel een basisbelangstelling hebben. Want ik ga wel graag ook een beetje de diepte in. Dus mensen moeten er wel iets voor doen om het te begrijpen. Maar anderzijds probeer ik ook wel heel aanschouwelijk en zo te schrijven dat het niet geen complexe, taaie kost wordt. En dus wel eigenlijk een heel breed publiek. Ook mensen die de natuur ingaan. En dat merk ik ook wel eens naar aanleiding van blogs die ik schrijf. Mm-hmm. Die dan zeggen van, goh, ik ga toch anders kijken. Ja. En ik ga zeg maar op een nieuwe manier de natuur in. En ik word ook opmerkzamer. Mm-hmm. Ik ga meer zien. Ja. Nou, als ik dat bij mensen voor elkaar krijg. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Dat vind ik mooi. Daar heb ik iets overgebracht. En ja, zeker. En dat doe je goed. Hè? Dat staat in iedere recensie. Je bent ook bezig met een ander boek. Ja. Dat weer een hele andere insteek heeft. Kun je daar heel kort iets over vertellen? Ja dat is een ervaringstraject eigenlijk. Ik ben als wetenschapper. Ik ben nu gestopt met de harde wetenschap. Mm-hmm. En ik ben zeg maar, op een andere manier ga ik nu de natuur in. Mm-hmm. Nog zeker zo vaak. Want ik heb heel veel tijd achter mijn computer ook besteed als wetenschapper. Ik ga nu vaak naar buiten. En daar schrijf ik over vanuit mijn beleving. Wat dat met mij doet. Om op een andere manier, niet vanuit een onderzoeksvraag. Maar uit een algehele ontvankelijkheid naar buiten te gaan. En dan kijken wat er op mijn pad komt. En wat dat met mij doet. Dus het gaat ook heel erg over waarnemen. Ja. Hoe je waarneemt. En dat kan en iedereen natuurlijk. Dat kan iedereen. Ja, ja. Ja. En je gaat daar dan ook in op jouw beleving als je in de omgeving van Goorle, Rielslaag. Ja, natuurlijk zit mijn bagage daarin. Dat gaat ook over biologie. En ik duid ook bepaalde dingen die ik zie. Mm-hmm. Het is heel veel biologie. Ja. Maar het is niet alleen biologie. Het is meer dan dat. Ja. En het gaat mij ook heel veel om dat meer. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Nou, wanneer komt dat boek uit? Heb je daar al idee? Het ligt bij mijn redacteur. Die is het op het moment aan het lezen. Ik vind dat heel spannend. Dus over een paar weken hoor ik hoe het bij hem is geland. En dan gaat de rest van het traject hopelijk met vaart, van start. Ja, ik denk dat dat een heel mooi traject gaat worden. Ik ben heel benieuwd naar de opbrengst van dat boek. Het lijkt me fantastisch om opeens je losse papieren of je aantekeningen opeens vertaald te zien in een tastbaar boek. Dat dan ook nog eens bij een boekhandel ligt met ook nog eens een foto van jou erbij. Ja. God, wat zou ik trots zijn. Ik ben nou al trots op jou. Hè? Dankjewel. Piet, volgende maand ben jij weer hier. En dan gaan we weer dichter de natuur in en gaan we de mensen weer vertellen over wat we hebben gezien in het Rielslaag of op de Rechte Heide. Prima. Dankjewel. Ja. Heel veel succes met je boek. Graag gedaan. Dankjewel hoor. Nou, van de natuur gaan we gewoon weer naar de saaie politiek. Ja, gewoon naar de centen. Naar de centen misschien ook. Ja. Want afgelopen vrijdag presenteerde het college de gemeentebegroting voor volgend jaar.
We hadden natuurlijk graag wethouder Zwaans vanavond hier gehad, maar die wil pas komen na de behandeling in de gemeenteraad. Het opstellen van de begroting ging overigens anders dan de voorgaande jaren. Toen werd aan de raad gevraagd door middel van zogenaamde tegeltjes aan te geven waarop ze wilden bezuinigen en wat ze voor nieuw beleid wilden. Nu heeft het college zelf voorstellen gedaan en die ook al verwerkt in de begroting. En daar kwam wel een verrassing uit. Want Gerard, vorig jaar kregen we nog te horen dat het de vergoeden financieel heel somber uitzag. De tekorten stapelden zich op en uitzicht op een oplossing was er eigenlijk niet. Nu wordt er een begroting gepresenteerd die een overschot van 1 miljoen euro laat zien. Hoe kan dat? Welke list heeft het college verzonnen? Nou, als ik daar antwoord op geef, is het antwoord nee, geen. Geen? Nee. Oké. Stom geluk of... politieke druk vanuit heel veel gemeentes over een onhoudbare situatie die ook heel veel in het nieuws is geweest de afgelopen jaar. Dat er heel veel taken bij de gemeente zijn neergelegd waar geen geld of onvoldoende geld mee is meegekomen. Maar dat heeft heel onverwacht toegeleid dat er 1,5 miljoen gulden bij is gekomen ten opzichte van wat een jaar geleden of nog een half jaar geleden gedacht werd dat er zou komen. Dus dat is ene poot. Tweede is... Dat is technisch ingewikkeld. Dat is, de gemeente krijgt vooral geld uit het gemeentefonds. Dat wordt verdeeld over alle gemeentes van Nederland. En er zijn allemaal verdeelsleutels voor. Dus dat is elk jaar spannend wat het gaat opleveren. Maar één belangrijke boodschap van het kabinet is steeds geweest. Dat kleinere gemeentes relatief minder gaan krijgen. En de verwachting was volgens het college dat dat tot wel 2 miljoen euro zou kunnen oplopen. En daar werd al voor geraamd en... Dan gebeurde het weer niet en de Tweede Kamer heeft nog steeds geen besluit genomen, dus we weten nog niet. Dus nu is de schatting volgend jaar speelt het nog niet aanzienlijk lager, maar er staat nog steeds een schatting in. Maar die was 6 ton en die is nu 3 ton. Maar die zou oplopen naar 2 miljoen en die loopt nu op naar 1 miljoen. Dat maakt natuurlijk ook het toekomstbeeld rustiger, dat zal ik maar zeggen. Ruim 1 miljoen over op de begroting voor volgend jaar. Dan is er dus ruimte voor dingen die de laatste jaren niet konden omdat er geen geld voor was. Ja. Wat en nee. Gaan ze doen? Nee. Oh. Het college roept al 3 jaar dat aan de ene kant de begroting sluitend krijgen een helskarij is. Aan de andere kant een meerjarenraming rondkrijgen volstrekt onmogelijk is door de dingen die ik noemde. Dat laatste zegt het college nog steeds. Die uitkering uit het gemeentefonds gaat omlaag. Er komen meer taken op de gemeente af. Het sociaal en we domein niet zeker is misschien worden. Dat die 1,5 miljoen... Nee, die gaat verminderd worden, ja. Maar het is niet duidelijk hoeveel. Daar wordt ook weer iets voor geraamd. En daarmee zijn we in 2025 op precies dezelfde pijl waar we in 2019 waren. Een tekort van 2 miljoen in de beeldvorming van het college. Maar dat wordt natuurlijk enigszins cry wolf. Als je dat al 4 jaar op rij doet, dat de geloofwaardigheid daarvan onder druk staat. Maar het is wel een reëel gegeven. Ik kan het niet makkelijker maken. Maar daarin kwam iets heel belangrijks, vond ik, in het persgesprek dat we maandag met het college hebben gehad naar voren. Tot nu toe werd er ook steeds door het college gezegd, ja, wil je de begroting goedgekeurd krijgen, dan moet het meerjarenperspectief structureel in evenwicht zijn. Een term en dat die was niet bij verzonnen. Lange na niet. Nee. En die was die niet, dus dan moesten de noodmaatregelen getroffen worden om dat toch op te laten lijken. Vorig jaar was dat al heel moeizaam door te zeggen, wij vorderen van het Rijk een groot bedrag voor de jeugdzorg die helemaal niet toegezegd was. En daar werd iets van gezegd. Nu heeft de provincie, als ik de wethouder goed begrijp, gezegd, ja, eigenlijk kijken we helemaal niet meer naar het meerjarenperspectief. Als de begroting in evenwicht is en er zit nog wat geld in de reservepotjes, dan tekenen wij het kruisje. En gemeenteraad, jullie hoeven dit jaar ook geen besluit te nemen over het meerjarenperspectief, alleen over de begroting voor 2022. Ja, nou ja, maakt het leven als het makkelijker. Zo is, het zal wel als de wethouder het zegt, neem maar aan. Hè? En dan blijkt dus dat er dus nu wel geld is voor wat nieuw beleid. Wat gaan ze doen? Van alles. En heel weinig. Ongeveer 1,2 miljoen is er uitgetrokken voor nieuwe activiteiten. De helft daarvan gaat naar wat heet het bedrijfsapparaat. Dus dat zijn met name ambtenaren. Maar ook de sportvelden waar de nodige discussie over is geweest. MHC, wordt een pot voor gereserveerd.
Er komt ook groen naast de plantjes die bij de bomen geplant worden. Komen er ook bomen die geplant gaan worden. Extra bomen. Nou zijn dat geen schokkende bedragen. Dan heb je het over 50.000 euro. In het licht van de klimaatcrisis lijkt mij dat een heel bescheiden bedrag. Oké. Okay. En zo rommelen wij wat dingen bij elkaar die natuurlijk ook te maken hebben met belangrijke prioriteiten in het beheer van de gemeente. Maar er moet riolen. Ook heel veel geld gaan naar een ander belangrijk pot, ja, de huishoudelijke hulp. Ja, en dat ligt mij als een steen op de maag en ik denk heel veel mensen in de politiek. 4 ton wordt er dit jaar extra voor uitgetrokken, dus voor volgend jaar. En het jaar daarna ook. En het jaar daarna ook. En wat is dat? Iedereen die een WMO-voorziening krijgt goedgekeurd, heeft recht op huishoudelijke hulp waar je in de maand 19 euro voor betaalt. En ik denk dat ik niet lang hoef te rekenen dat iedereen snapt, dat komt financieel niet uit. Dus de rest wordt bijgelapt. Want het is natuurlijk duurder en dat moet de gemeente betalen. En dat betaalt de gemeente. Maar die groei is gekomen, om tot vorig jaar was dat alleen toegankelijk voor mensen met een hele strakke inkomensgerelateerde kwalificatie. En nu mag dat niet meer van de minister om er een inkomenstoets op los te laten. Iedereen, al is die miljonair, kan naar de gemeente gaan en zeggen, ik ben een winkeltje, ik kan het huis niet meer zelf schoonhouden. Krijg ik een indicatie? Ja. En er zijn dus ook inderdaad heel veel meer aanvragen binnen. Er waren er in het verleden iets van 200, toen het nog de poetsbon heette. Die is afgeschaft om te bezuinigen. Een ton bezuinigd. Nu zijn het er 700, dus 500 extra. En het eind is volgens mij nog niet in zicht. Maar eigenlijk kan de gemeente daar niks aan doen. Het is een maatregel van het Rijk. Ja, in theorie wel. Oosterwijk heeft zich daar fel tegen verzet door te zeggen, we doen dat niet. Ik zou ook een moreel appel op iedereen willen doen. Want de gekkigheid die we nu hebben is dat we 2 jaar geleden de muziekschool de facto gesloten hebben. En wat er voor terug is gekomen is bijna financieel niet toegankelijk voor heel veel mensen. En met die bezuiniging kunnen we nu huishoudelijke hulp financieren voor mensen die het financieel gezien niet nodig hebben. En dat noem ik waanzin. Dus ik zou zeggen, college, laat dat ook blijken dat mensen die dat aanvragen juridisch in hun recht staan. Maar moreel vind ik het verwerpelijk. Oké. We moeten door, hè, want we hebben niet meer zoveel tijd. Je wijst al op de bezuinigingen die de Raad de afgelopen jaren heeft goedgekeurd. Hoe staat het daarmee? Worden die eigenlijk allemaal gerealiseerd? En dan denk ik bijvoorbeeld natuurlijk aan die 775.000 euro op het sociaal domein. Nou, ik had gedacht, wij alle twee volgens mij, dat we daar gisteravond iets meer over zouden horen. Ja. En daar is over gezwegen. Ja. Ze werken er hard aan, zeggen ze. Mijn vertaling daarvan is dat het geen goed nieuws is. Want als de bezuiniging bereikt is, dan zou er ongetwijfeld een persbericht uit zijn gekomen dat de bezuiniging bereikt is. Dus ik ga er voorlopig maar vanuit dat dit jaar heel weinig van gerealiseerd is. Maar volgend jaar moet het weer, want het staat in de begroting opgenomen. Dus ik denk dat we daar nog uitgebreid op terug gaan komen. En hoe zit het met de tarieven, de OZB? Ja. Dat is, je kunt zeggen goed nieuws, maar als dat besteed wordt aan huishoudelijke hulp voor rijke mensen, dan zou ik zeggen, maak de OZB voor mensen maar een stuk hoger die daarvan profiteren om terug te halen. Maar de tarieven stijgen alleen met de inflatiecorrectie, dus dat is heel bescheiden vergeleken bij de eerdere jaren. Afvalstoffenheffing en rioolrechten, tikkeltje anders, omdat dat de kosten daarvan verdeeld worden over iedereen. Maar wat we de afgelopen 2 jaar hebben gezien, gaan we niet terugzien het komende jaar. Terug naar die bezuinigingen, want je zei dat je nog wilde terugkomen op het ambtelijk apparaat. Ja. Wat heb je daarover te melden? Nou, en dus in de eerste bezuinigingsronde, toen ook Factorium in beeld kwam, is ook gezegd dat binnen het gemeentelijk apparaat de bedrijfsvoering en efficiëntieslag gemaakt zou moeten worden. En dat de 3 ton bezuinigd zou kunnen worden. Van die bezuinigingen zegt het college dat zijn jaarlijkse stappen die gezet worden. Dat is tot nu toe gelukt, maar we zien het somber in voor wat nog resteert. Maar daarnaast zie je een hele reeks van posten die gaan over de formatie, herstel van, iets invoeren dat. Het college heeft toegezegd daar nader informatie over te geven, want het is gewoon van buitenaf niet te volgen wat daar precies gebeurd is. Maar ik heb dat op een andere manier nagekeken. In 2018 zei de begroting voor de overheid, dus dat is het ambtelijk apparaat, geven wij 5 miljoen uit. Voor 2022 staat voor dezelfde overheid 7 miljoen. Dat is 2 miljoen meer.
En dat vind ik in de tijd van bezuiniging heel veel. Dat is echt dus, veel. Dus daar, 40% zeg maar. Ja, dus daar zou ik graag toch nog eens een keertje verder over willen praten met het college. Waar komt dat nou vandaan? Onder andere bijvoorbeeld ook de 175.000 voor een nieuwe geluidsinstallatie voor de raadzaal bij. Ja, maar die wordt niet in één keer afgeschreven. Nee, dus, dat, dus er zitten allemaal van dat soort dingen in. Er zit een burgemeester in, er zit wachtveld in, er zit van alles in. Op veel IC-dingen. Die ja, en we gaan datagedreven werken. Dus ik kan voor elk individueel puntje wel iets vinden waardoor je zegt, ja, ja, dat zou kunnen. Maar in totaliteit zeg ik best veel geld. Ja, zeker. We kunnen het nog hebben over het woonplaatsbeginsel, maar als ik naar de tijd kijk, denk ik dat we dat niet moeten doen. Want ik wil eigenlijk van jou weten wat je nou tot slot over het algemeen van de begroting vindt. Dat vind ik de allerlastigste vraag die je kunt stellen. Nou, want ik vertel nu een aantal dingen die ik eruit lees. Waar ik zeg, ja, dit kan ik eruit halen. Het gaat even over de besluitvorming van de gemeenteraad. Mm-hmm. Wat kun je nu met dat stuk? Nou, er is voor de zomer afgesproken dat er een strategische heroriëntatie komt. Met een en dat is dan vooral woord. Over de jaren hierna. En dat, mm-hmm. gaat, ja. Ja, dat zou eigenlijk al bij de begroting van dit jaar in beeld moeten komen om voor de komende jaren dan al bezuinigingen of en beleid te maken, afwijkingen van wat we nu doen. En met name erop gericht om duidelijker te maken wat er met het geld dat besteed wordt gerealiseerd wordt. Worden mensen daardoor gezonder? Kunnen ze beter huisvest worden? Ziet de omgeving er mooier uit? Doen we iets aan de klimaatcrisis? Dus waarom geef je geld uit? Dat heb ik begrepen dat volgende week de eerste stukken op gaat leveren. Maar dan zit de raad dus in een lastig parket. Ze gaan de begroting vaststellen, want dat moet. Mm-hmm. Daar zijn termijnen voor en als je dat niet doet, dan heb je een groot probleem. En ze moeten een strategische heroriëntatie die je meerjarige invloed heeft op wat je aan prioriteiten hebt, daar op de een of andere manier in verlechten. Maar dat kan niet. Dat lijkt me heel moeilijk. Dus ik denk eigenlijk dat we die terug gaan zien bij de gemeente. Nee, want die krijgen ze pas, begreep ik, in eind november of zo. Hè? Dat gaan we dus terugzien bij de collegeonderhandelingen na de verkiezingen volgend jaar. Ze moeten nu eigenlijk een begroting maken voor volgend jaar. En daarna is het nog allemaal heel erg ongewis. Ja, ja. Daar komt het op neer. Nou, Frank Gerard, het was heel veel. Ik denk wel dat mensen het hebben kunnen volgen. Want het was ook heel duidelijk. Dank je wel. En in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart volgend jaar plaatsvinden, hebben we een aantal uitzendingen waarin we een thema behandelen waarvan we denken, nou, daar zou de politiek wel eens iets mee kunnen doen. En vanavond is dat jong zijn in geworden. En daarom ben ik heel blij dat we hier twee jongeren hebben. Twee jongens. Tijn van Rouda, en Quinten van Gestel. Ja. En tegenover mij zit Anita Lemmers. Ik denk dat heel veel mensen jou al kennen. Al heel lang medewerkster bij Jongerencentrum Mainframe. Ja. Ik wou eigenlijk eerst maar even beginnen met te vragen of jullie jezelf even een beetje voor wil stellen. Ik heb de namen nou natuurlijk wel genoemd, maar hoe oud ben je, Tijn? Ja, ik ben Tijn, ik ben 18 jaar. Ik ga maar een beetje dichter bij de microfoon. Zo, dat is net wel makkelijker, hè? Ja, ik ben 18 jaar. Ik woon hier in Gorden al niet mijn hele leven, maar wel zover ik me kan herinneren. Ik heb hier op school gezeten, heb hier werk op het moment, heb op Mail Hill College gezeten, nu niet meer, net vorig jaar daar mijn diploma gehaald. En is het als een beetje. En wat doe je nu? Ik doe nu de HBO-ICT in Eindhoven. Oké, en je werkt nog erbij? Ja, ik werk hier in Flanders. Oké. Nou, leuk. Dus ja, ja. Mooi. Lekker op het dorp. Drukke student. Zeker, ja. Zeker. Genoeg te doen. Ja. En Quinten? Nou, ik ben Quinten, 15 jaar. Ik woon hier al een heel leven in Gorden. Dat is wel een leuk dorp. Verder zit ik hier niet op school in ons dorp. Ik zit in Tilburg op school, doe VMBO. Waar zit je op school? Onderwijscentrum Leipark. Ja. Speciaal onderwijs. Ik heb werk ook in de stad, dat is ook niet hier. Verder loop ik bijna de hele dag door bij Mainframe binnen. Ja, je bent de vaste gast van Mainframe. Ja, zonder tussen wel, ja. En wat doe jij voor werk erbij? Bij de Instoys. Verkoopmedewerker. Okay. Nou, dat zijn gezellige producten. Ja, dat zeker weten. Ja. Nou, en Anita, misschien toch ook jij. Ja, Anita Lemmers, inmiddels 26 jaar werkzaam in het jongerenwerk in de gemeente Goorlen. Bij Stichting Jong, bij de meeste mensen beter bekend denk ik als Mainframe. Mm-hmm. En na 26 jaar eigenlijk nog met evenveel plezier als ik altijd gedaan heb. Dus elke dag fluit ik naar mijn werk. Dus er is niks leuker als met deze jongens werken. Dat snap ik. En meiden ook trouwens. Hoor. Ja. Dus, Nou mooi, dus je kent in ieder geval Quinten heel goed. Ja.
Tijn misschien niet. Jawel, Tijn ook. Tijn natuurlijk zelfs. Vanuit het jeugdvakantiewerk waar Tijn ook heel actief is. En daar zit wel een kleine verbinding tussen natuurlijk. Ja, want dat hadden we nog niet gehoord, Tijn. Jij bent heel actief uit jeugdvakantiewerk. Ja, dat klopt. Ik ben daar vrijwilliger. Ik zit in de organisatie van het hulpcomité. Dus daar ben ik ook actief mee bezig. Programma's maken met de kinderen zelf als begeleider. Dus ja. Dat was ik vergeten, ja, goed dat je het zegt. Ja. Nou, eigenlijk wil ik als eerste van jullie horen. Hoe vind je het nou eigenlijk om in een dorp te wonen? En vooral, hoe vind je het om in Goorlen te wonen? Nou, in een dorp wonen? Ik vind het tenminste beter dan in de stad. Ik vind het lekker rustig. Ik vind het heel fijn om gewoon in mijn tuin te kunnen stappen. En dat het een beetje stil is. Wel de achtergrond van de snelweg of zo. Maar het lijkt me niet fijn om meteen op een straat te stappen. Of weinig ruimte te hebben. De drukte, dat... En vergeleken met Goorlen, Goorlen lijkt me dan net weer wat nieuwer dan bijvoorbeeld Riel of Alphen, wat echt een dorp, wat ik meer in mijn dorp heb. Dus. Het is wel fijn dat het een beetje groter is. Het is wel wat groter, er is toch nog wel iets te doen, niet veel, maar genoeg. Dus ja, nou, dat, zo denk ik erover. En Quinten, zou jij in Tilburg willen wonen? Nee, daar is ik wel een goede reden voor. Als je s'avonds over de weg heen rijdt in de stad, zeg maar, dan is het toch wel heel druk qua jongeren en mensen die daar rondlopen. Mm-hmm. En als ik bij ons in de straat rondloop of ik stap een keer buiten s'avonds om 10:30, dan is er eigenlijk gewoon vrijwel niemand meer. Dat is echt wel een stuk beter als in de stad. Dat vind je ook gewoon fijner? Ja, het is gewoon fijner dat je niet als je buiten kijkt of als je in je bed ligt, dat je de hele tijd wakker wordt van auto's of getoeter. Doet het ook iets met je veiligheidsgevoel? Op sommige momenten wel. Mm-hmm. En welke momenten? Als je in de binnenstad rijdt in Tilburg en er staat al zo'n groepje, dan denk je wel echt zo van, oké, misschien kan ik hier beter omheen rijden dan doorheen. Ja. Dat, ja. En daar heb je in Goorlen niet zoveel last van? Nee, gewoon eigenlijk niet. Daar rijd ik gewoon overal zo naartoe. Ja, geen punt. Maar in Goorlen, ik heb dat ook in Tilburg, dat ik dan soms iemand ontwijk of wat dan ook. Maar in Goorlen heb ik meer, die zijn soms wel groepjes, kom ik dan tegen, maar die ken ik ook meer. Ja. Met elkaar. Dan denk ik, oh, dat is die vriend van die vriend of mijn vriend. En dan zeg ik even, hoi. Dus het is meer samen. Het is ook makkelijker om mensen te kennen. Ja, dat vind ik ook wel fijner aan. Ja. Dat het meer gebonden is voor mijn gevoel of zoiets. Mm-hmm. En toch, Quinten, jij zit op school in Tilburg. Ja. Je werkt in Tilburg. Ja. Mis je iets in Goorlen? Nee, eigenlijk niet. Alles wat ik leuk vind, zeg maar, dat kan gewoon bij ons in Goorlen. Je bent een bioscoop. Ja, daarvoor ga ik dan wel naar Stappengoor of naar de stad toe, inderdaad. En jij zei, waarvoor ga jij naar Tilburg? Als ik met vrienden ben, dan gaan we vaak naar bijvoorbeeld het Spoorpark of het Leipark. Echt een groot park waar we samen zitten, gezellig. Een beetje waar we naar een café kunnen gaan die daar zit. Meer mensen, daar vrienden maken, daar sporten. Ik skate zelf. In Goorlen is dat ook wel te doen een beetje, daar bij Laco. Maar die valt net een beetje tegen. Maar, ik ben er toevallig vorige week even langs gereden. Je kunt door het onkruid de banen niet meer zien, hoor. Precies. Ja. Dat is inderdaad een moeilijk obstakel. Dus dat zou je wel fijn vinden. Als er een soort park hier was, met ook wat dingen waar de jeugd zich mee kan vermaken. Ja, echt. Je hebt een molenpark natuurlijk, maar dat is... Er zijn alleen maar dieren, hè? Ja, dat is net voor de dieren. En er is hier niet echt een park om echt te zitten, te chillen, wat ik zou zeggen. Maar heeft dat ook te maken dan met jullie leeftijd? Want zijn die kleinere parken die je hier dan wel kent... meer geschikt voor jongere kinderen? Ik denk van wel. Omdat er vaak een speeltuintje staat of zoiets. Ja, en voor kleine kinderen lijkt mij dat hartstikke leuk. Maar voor jullie leeftijdsgroep, daar zou je dus best iets voor willen hebben. Wat, dat zou ik zelf niet weten. Maar je kunt het nu kwijt. Als het goed is, luister de politiek, hè? daarom zitten jullie hier, hè? Een bank en een prullenbak, dat is al vaak genoeg. Vooral die prullenbak, omdat we daar heel veel problemen mee kregen. Dan willen we het wel weggooien, maar er is dat nergens een plek. Nee, bij McDonald's doen jullie het altijd heel goed volgens mij. Ja, daar gooien we het in de prullenbak. En in een park hier weet ik niet waar die staan. Daar heb je wel wat hoor. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het Groebedonk, daar staan geen prullenbakken. Helemaal geen. Dat is toch vreemd. Nee, dat is grappig eigenlijk. Ja, dat zijn van hele gekke dingen die je eigenlijk niet opvallen. Maar als je het zo benoemt, denk je, oh ja, dat is waar. Precies, ja. En dan krijgt de jeugd soms wel eens de slechte naam van... oh, ze ruimen niks op en ze hangen bij elkaar en maken rotzooi.
Maar waar moeten wij het kwijt? Daar weet ik ook niet. Ja, prullenbakken, dat is één ding. Dat dus. Is misschien niet. Oké, ik wil heel even naar Anita. Anita, je zegt al 26 jaar zit je bij Stichting Jong. Je maakt dagelijks jongeren mee die bij Mainframe komen. Er zijn er meer dan 300, heb ik begrepen. Maar jij kunt ook wel iets zeggen over de rest van de jeugd in Goorle, heb ik begrepen. Want jullie hebben ook pas een heel onderzoek laten doen. Klopt, inderdaad. Wij hebben een wijkscan gemaakt, zoals je dat noemt. Wij hebben dat Goorle breed gedaan en niet in één wijk. Als je in een grotere stad, dan nemen we daar meestal één wijk voor. Maar Goorle is natuurlijk niet zo heel groot. Mm-hmm. Dat hebben we voor een deel laten doen. En daar hebben we zelf natuurlijk in de uitvoering ook het nodige in gedaan. Daar hebben we ons in laten begeleiden door een expert. En die heeft ook uiteindelijk de resultaten verwerkt in een rapport. Het doel van dat onderzoek was eigenlijk om te kijken, hoe gaat het nu met jongeren in Goorle? Hè? Mm-hmm. En waar lopen ze tegenaan? Hebben jullie Riel meegenomen? Ja. Goed, ja. Ja, ja. Gemeente Goorle, sorry. Ja, nee, maar ja. Ja, ik woon zelf in Riel. Ja, hè, dat ja heel dorpje. Goed, Marjolein. Maar daar wonen ook heel veel kinderen. Ja, daar, bij ons zit het in één pakket, de gemeente Goorle. Ja, wij bedienen ook de kern Riel. Komen we ook regelmatig. Dus, het onderzoek dat richtte zich inderdaad op hoe gaat het nu met de Goorlense jeugd. Zeker ook natuurlijk na de coronaperiode. Want er is best het een en ander aan effect wat het heeft op jongeren. En er zijn wel de grote onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de GGD Jeugdmonitor. En die cijfers hebben we ook meegenomen. Of bijvoorbeeld waar staat je gemeente. Maar wij vonden het ook heel erg belangrijk om in ieder geval allerlei sleutelfiguren die veel in aanraking komen met jongeren. Zoals bijvoorbeeld het onderwijs, sportverenigingen, de praktijkondersteuners, GGZ van de huisartsen. Onze eigen medewerkers, maar ook het voorliggend veld. Om daar vragen aan te stellen van... Nou, wat zien jullie nu gebeuren? Mm-hmm. Die grote onderzoeken zijn mooi. Er zitten prachtige data in. Maar wat zie je nou gewoon letterlijk voor je neus gebeuren? En wat kwam daar uit? Ik moet zeggen, voor ons eerlijk gezegd geen heel grote verrassingen. Maar dat zou ook eigenlijk niet goed zijn geweest. Dat natuurlijk, je werkt misschien niet dan, goed. Dan zaten we er anders heel erg goed in. Maar het is wel heel erg goed natuurlijk om dat bevestigd te krijgen. Hè, wat je zelf als jongerenwerker ziet gebeuren. Eenzaamheid, ja, dat is toch echt wel een ding, ook onder Goorlense jeugd. En zeker in een aantal wijken in Goorle is dat ook... Ja, ik las in de wijk, de nieuwste wijk, de Boskus, Grote Hoge Wal, Grote Akkers, dat het daar wel 50% eenzaamheid onder jongeren. Ja. En dan gaat het natuurlijk wel over... Kun je dat voorstellen trouwens? Dat ik niet. Nee. Waar zit hem dat dan vooral in, Anita? Nou ja, je moet je natuurlijk wel voorstellen dat die cijfers zijn in die zin relatief. Dat als daar staat 50% van de jongeren voelt zich eenzaam, dan betekent dat jongeren zich wel eens eenzaam voelen. Hè, 50%. Mm-hmm. Het is niet zo dat die zich structureel allemaal eenzaam voelen. En eenzaamheid hoeft ook niet altijd een heel groot probleem te zijn. Hè? Mm-hmm. Soms voel je gewoon wel eens wat alleen en heb je wat minder verbinding met anderen. Maar zolang als dat niet langdurig is... is dat ook geen heel groot probleem. Maar die cijfers liggen wel hoger als in de regio. Want dat kun je dan inderdaad zien in de onderzoeken van de GGD bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat die cijfers Heb je daar een verklaring voor? Ja. Juist in die nieuwe wijken? Nou ja, wellicht dat daar misschien toch iets minder verbinding is als in de wijken die er al langer zijn. Er is denk ik, met name denk ik voor je, want het onderzoek richtte zich eigenlijk op jongeren van 12 tot 18 jaar. Hè? Dat was de grote moot. Eigenlijk wat Tijn een beetje zegt, voor die leeftijdscategorie is er in die nieuwe wijken natuurlijk ook wat minder te beleven. Minder cohesie inderdaad. Dus dat zal misschien meespelen. Ze treffen elkaar minder waarschijnlijk. En die leeftijdsgroep, de jongere leeftijdsgroep, die komen natuurlijk, die zitten allemaal op de basisschool en die komen elkaar na schooltijd ook in die wijk tegen. En een heel groot gedeelte van de Goorlense jongeren gaat natuurlijk niet in Goorlen naar school en komt elkaar wat minder makkelijk tegen. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Wat me ook opviel uit jullie eigen wijkscan, dat er onder best veel jongeren toch regelmatig ook veel zorgen zijn. En dan vooral over school,
over werk, studie? Ja. Nou ja, ik denk zelf dat het ook veel te maken heeft met prestatiedruk. Hè? Dat, je ziet dat in de landen ook terug bij allerlei onderzoeken. Dat een flink probleem is eigenlijk ook voor veel jongeren, prestatiedruk. Mm-hmm. Jongeren hebben het gevoel dat ze toch heel veel moeten doen en heel hoog moeten scoren. En niet eens af en toe gewoon ook eens lekker kunnen niksen. Rustig. Weet je, heb je dat ook, Quinten? Maak je je wel zorgen over school? Ja, over school wel. Maar dat ligt dan bijna niet aan leren en die helpt mij daar dan gewoon mee. Als ik daar vragen over heb of als ik daar moeite mee heb, dan wordt dat eigenlijk altijd wel gewoon verholpen. Ja, dus je kunt er wel bij iemand mee terecht? Ja, zeker weten. En geldt dat voor jou, Tijn? Zorgen over school, niet echt meer. Schoolstudie? Ja, voorheen dus wel, toen ik nog op de middelbare zat, dat het veel was. Zeker omdat ik dus in de coronaperiode heb gehad. Ja. Dat ik daar lastig mee had, daar had ik wel zorgen mee. Maar daar zelf ben ik daar met hulp van papa en mama daar uitgekomen. Op het moment niet echt. Ik heb het gewoon rust. Het is druk natuurlijk, maar het is wel te doen. En ik maak me echt geen zorgen over iets op dit moment. Nee, en jouw eerste jaar is gewoon normaal gestart? Ja, niet normaal. Nee. We hebben 50% online. Oké, toch nog? Ja, maar dat is sinds deze week is het ook niet meer. Eén keer per week is het nu online en de rest gewoon op school. Dus dat is veel beter. Dat is veel fijner. Nou, dat is gewoon contact, dat is toch beter. Ja. Dat vind ik, is erg prettig. Ja. Wat ook opviel, maar ik heb het al eerder gehoord ook, dat zo'n 11% van de jongeren in Goorlen maakt gebruik van jeugdhulp. Dat is eigenlijk heel veel, hè? Ja, dat zijn flinke cijfers inderdaad. Dat klopt, ja. En waar gaat het dan meestal om? Die cijfers heb ik eerlijk gezegd niet zo heel goed op mijn netvlies, hoor. Maar dan zit het vaak inderdaad ondersteuning bij dyslexie bijvoorbeeld. Mm. Daar zitten de cijfers wel hoog. En mentaal welzijn. Veel jongeren hebben toch wel wat last van, inderdaad, dat ze zich zorgen maken of depressieve gevoelens. En dat is dan misschien ook toch die druk van buitenaf? Of is het de hectische tijd met alles wat ze allemaal moeten? Ja, het zal natuurlijk een combinatie zijn. Vaak is het een combinatie van factoren natuurlijk die daarin meespeelt. Je kunt het in dat verband natuurlijk hebben over draagkracht en draaglast. Hè? Van hoe meer draagkracht je hebt, hoe meer je ook kunt dragen. Een kwestie van verschillende factoren. Wat merk je daar bij mainframe van, bij de jongeren die daar komen? We merken wel dat meer jongeren het lastig vinden om zich met die omgeving te verbinden en zichzelf zijn. Dat is wel een hele belangrijke, denk ik. Gewoon jezelf kunnen zijn en... En dat laatste, dat vind ik namelijk een hele belangrijke, hè? Want in het onderwijs wordt dat juist heel erg gepromoot. Hè? Hier kun je zijn wie je wil zijn, of wie je bent, of wie je wil worden. Of wat maakt nou dat de jeugd het gevoel heeft dat ze niet kunnen zijn wie ze willen zijn? Ja, dat zal ook te maken hebben met de druk die erop ligt om te presteren. Hè? Dus je moet toch in een bepaald tempo allerlei zaken behalen. Hè? Ik bedoel, je kunt niet zeggen van je doet iets wat langer over bepaalde lesstof bijvoorbeeld. Hè? Zeker in het hoger onderwijs, daar zit dan toch die weet je moet het allemaal 4 jaar halen, want die studiepunten, dat geldt eigenlijk natuurlijk... ook in het voortgezet onderwijs hetzelfde. En eigenlijk in het basisonderwijs ook. Want als je die CITO-toets... Daar hebben ze al zorgen. Zo, ja. Hè? En herinner jij je dat nog, Tijn? De CITO-toets? Ja? Een klein beetje. Niet echt dat ik... Ik ging er, denk ik, wel met spanning naartoe. Maar gezonde spanning voor mijn gevoel. En jij, Quinten? Nee, precies hetzelfde. Ik heb eigenlijk nooit niet echt last van gehad, zeg maar, dat ik echt tegenop zat. Nee. Het was meer gewoon dat ze een normale toets hadden op school, zeg maar. En dat je uiteindelijk kreeg dat je doorging, ja of nee. Heb jij nu zelf ook nog wel eens het gevoel van dat er te veel van jou wordt verwacht? Op sommige momenten, tuurlijk, er wordt al wat van je verwacht. Alleen is dat niet zo dat er echt veel te veel van je verwacht wordt. Je kunt het wel begrijpen. Ja. Ze willen natuurlijk wel gewoon dat je je school af hebt, zeg maar. En dat je gewoon meedoet met de lesstof die ze je geven. En is het dan zo dat je je af en toe misschien dan belast voelt op het moment dat je
Je leert in de regel nog steeds heel vaak voor een cijfer. Hè? Je wil een resultaat hebben, een meetbaar resultaat. Zou het anders voelen als je niet met cijfers wordt beoordeeld? Denk het niet. Het is juist eigenlijk voor mij wel heel fijn dat ik kan zien wat heb ik daarop gescoord, zeg maar, qua cijfer. Dat snap ik. Ja, en Tijn? Ja, daarop, ik zit nu dus de Fontys en daar hebben wij geen cijfers. Oh. Wij krijgen zo'n elke twee weken heb je per vak, we hebben vijf vakken, heb je een gesprek met de docent. En die zegt waar je bent. En na acht weken zeggen ze of je het gehaald hebt of niet. En dan krijg je dus al je punten of geen punten. En ik vind dat juist heel erg fijn om niet meer stress te hebben voor dat ene toets en te leren wat de stelling van Pythagoras is of wat dan ook. Maar echt iets te leren wat ik wil leren en maakt niet uit als ik daar iets slechter in ben, als ik daar goed in presteer en dat kan ik ook laten zien op de manier waarop ik het doe, dan is het goed. Dat vindt, bij mij past dat tenminste beter. Ja, dus er wordt dus gekeken naar jou en jouw stijl, ja, jouw leerstijl en ook al wat je kunt en wat je nog niet kunt en daar krijg je feedback op. Ja, precies. En dat begrijp ik ook dat je vrijer bent in wat je kunt leren. Ja, ik ben heel veel vrijer. Dat haalt dus ook de druk van mij af, omdat ik heb geen huiswerk. Mm. En dat klinkt dan heel fijn, maar je moet zelf ook plannen. Oh god, dat had ik trouwens ook. Ja, dat toen ik studeerde. Dat klinkt leuk, maar het is alsnog lastig. Maar het wordt toch wel wat van je gevraagd. Er wordt heel veel verwacht. Maar meer zelfstandigheid ook, denk ik. Meer zelfstandigheid. Maar dat telt dus weg dat je niet aan de docent moet laten zien van ik heb dit gemaakt. En dat is voor mij heel veel fijner. Ja, meer regie. Ja, precies. Ja. Ja. En ben je daar dan wel goed op voorbereid, zo op het middelbare onderwijs? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is heel veel, nog steeds op de cijfers. En bij sommige vakken dan wel, maar dat is meer de docent wie je hebt. Hoe die lessen geven. Ja, de cijfergedreven maatschappij, dat is heel hardnekkig hoor. Dat is, is wel het onderwijs naar op zoek. Ja, ik heb gehoord dat op Milhill College wel een Team X is. En daar proberen ze dat meer te doen. Maar vrienden van mij hebben dat ook gedaan. En dat werkt nog niet echt, omdat ze zelf zeiden dat ze daar te jong voor waren. Dat is ook nog heel nieuw natuurlijk. Dat is heel nieuw. Iedere school is daarmee bezig. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Ook als ik jullie hoor over de druk die op je gelegd wordt. Ja. Uit jullie onderzoek bleek ook dat de jongeren in Goorlen uit jullie scan een hoog cijfer geven, 7,3, vind ik best goed, over hoe ze zich voelen, of ze gelukkig zijn. 7,3. Ja, dus. Maar dat de volwassenen denken dat de jongeren maar een 5,8 zichzelf zouden geven. Ja, dat klopt inderdaad. Kun je dat verklaren? Daar zit een groot verschil in. Nou, het is niet zozeer dat de volwassenen denken dat jongeren zichzelf die 5,8 geven. Nee, maar Die volwassenen die zien meer problemen bij de jongeren als dat ze bij zichzelf zien. Dat klopt inderdaad. Zou die meer kijken naar de toekomst, bang zijn voor de toekomst? Ja, dat zal ermee te maken hebben. Inderdaad, toekomstgericht kijken van inderdaad wat gaat een jongere bereiken in de toekomst. Mm-hmm. En wat gaat hij of zij nog aan problemen tegenkomen. Volwassenen zien natuurlijk ook dingen als probleem die jongeren helemaal niet als probleem zien. Hè? Je kijkt bijvoorbeeld naar jeugdoverlast buiten. Ja, de jongeren zelf die zien het niet of die vinden dat het wel meevalt. Nou ja, dan hang je gewoon. Dat is een probleem. Die zien het een als probleem. Dus daar zit wel een verschil in, denk ik, inderdaad. En volwassen mensen zijn misschien toch van nature, hè? Of in ieder geval vanwege hun leeftijd natuurlijk, misschien ook net iets probleemgerichter als eigenlijk misschien wel ook wel wat beschermender. Ik heb het de indruk dat volwassenen misschien zijn ze een beetje bang. Ja, we willen overal tapijtjes onderleggen van niet te hard vallen, van een schommel, hè? Die rubberen tapijten, ja. Dat is heel fijn, dan val je misschien ook niet zo hard. Maar misschien is het ook helemaal niet zo heel erg om een keer hard te vallen. Nee hoor, af en toe mag je best een keer in de neus stoten. Dat is helemaal niet erg. Maar er wordt ook wel heel vaak gezegd dat onze jeugd, jullie dus ook, het veel moeilijker gaan krijgen de komende tijd. Oh, dat geloof ik. Als je kijkt, ja, dat hoor je en lees je heel vaak. Ja. Denk aan het milieu bijvoorbeeld alleen al. Hoe kijken jullie daarnaar? Hoe zien jullie je toekomst? Ben je er een beetje bang voor? Of heb je er wel zin in? Denk je dat het wel meevalt? Nou, ik zelf heb daar nog niet echt iets van gemerkt, zeg maar. Dat het later in de toekomst een stuk erg gaat worden. Maar waar ik daar ook niet zo heel erg druk om. Maar je merkt nu al wel met sommige dingen dat het wel aan het veranderen is. Ja. Vooral nou ook door corona en zo. Nou, dat
een beetje aan het weggaan is, merk je wel dat heel veel dingen aan het veranderen zijn. En wat bedoel je dan precies? Wat voor... Maar dat je wel redelijk verplicht wordt om jezelf in te laten enten, zeg maar. Omdat je anders met je coronabewijs nergens meer naar binnen mag. Mm-hmm. En dat vind jij eigenlijk geen goed idee? Nee, ja. Het is nodig. Maar ik zelf eigenlijk, als het niet nodig had geweest, dan had ik het ook niet gedaan. Dan zou je het niet doen. En Tijn, hoe kijk jij naar de toekomst? Ja, ik denk er op het moment nog niet heel erg aan. Ik zie wel wat er op me afkomt. Dat is het meer. En ik hou me wel natuurlijk bezig met het milieu dat we minder moeten uitstoten en al dat soort dingen. Maar voor de rest... Dat wel. Je denkt er wel aan. Ja, wel, natuurlijk. Ja? Ik denk er wel aan. En omdat ik wel weet dat het belangrijk is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat wij nog een planeet hebben om op te leven, bij wijze van spreken. Maar of ik ermee bezig ben, dat niet nog echt. Niet. Nee. Nee. Nou, misschien komt er nog. En tenslotte wil ik natuurlijk eigenlijk wel van jullie heel graag weten. Woon je over 20 jaar nog in Goorlen of ergens anders? Ik denk ergens anders. Ja, en waarom? Omdat met het vak dat ik wil gaan doen, of tenminste denk te willen gaan doen, dat Goorlen niet echt een goede plaats is. Dat het toch de stad in, omdat daar meer contacten liggen qua werk wat er is. Of in het buitenland, Amerika, Japan, zo. Duitsland. Oké. Okay. Dus, nou, goed om te weten. En Quinten? Ik zelf denk nog wel. Jij blijft in Goorlen. Ja, dat is wel mijn bedoeling om te gaan doen. Vooral dat ik hier de meeste mensen ook al ken. Ook Goorlen natuurlijk heel goed ken. En dan hoop ik toch wel over 20 jaar hier nog te kunnen blijven wonen. Nou, heel leuk om te horen. Ja. Nou, ik vond het heel fijn dat jullie er waren. We zijn heel veel wijzer geworden. Jullie hebben heel veel verteld. En ik denk dat de politiek ook iets mee kan. Top. Wij hopen dat. Ja, ja. Nou, dankjewel dat jullie er mochten zijn. Ik vond het heel erg leuk dat jullie hier waren. En ook heel knap, want jullie hebben je goed verwoord. Ja, ja, zeker. Ja. U keek of luisterde het afgelopen uur naar Goorlse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag gepresenteerd door Gordy Spermon en mij, zelf Marjolein Kuppers. Met als vaste gast vandaag Piet van der Hout, met wie we volgende maand weer de Rechte Heide verkennen. Gonnie en Gerard de Groot praten ons bij over de begroting van onze gemeente. En jonge vertegenwoordigster Anita Lemmers en de jongere Quinten van Gestel en Tijn van Rouwendaal. Die hebben net fantastisch verteld over hun visie op hun leven en op de jeugd. Zoals altijd verzorgde Ludwig Tannenboom de techniek en tekende Wil van de Kruis voor de redactie. En volgende week staat onze nieuwe presentator Lara Boelsma in onze verkiezingsreeks stil bij de vraag of Goorlen dichtslipt. Neemt wethouder Tess van der Wiel ons mee in de besluitvorming over de nota Goorlen glanst. En staat Kaat van der Weijden, strategisch communicatieadviseur van Thebe, stil bij de stand van de thuiszorg in onze regio. Tot volgende week bij Goorlse Kringen.